Lijkt me niet genoeg en die steekt hem ook over rechts in plaats van over links in de eerste run. Want daar lijkt toch wel op dit moment de meeste grip te zitten. En we hadden het net over het vollopen van die achterban. En kijk eens even naar deze 6400. Daar hoopt behoorlijk wat klei op tussen de kammen van de achterdeur. Er zijn een paar plekjes aan die kant waar hij wat vocht gepakt heeft. Absoluut. De 633 aan deze kant onderweg in een behoorlijke versnelling. Zeker niet bang voor de slijpwagen. Hij heeft daar goede herinneringen aan overgehouden op de vrijdag in Assen. Het kan aan mij liggen, Arco, maar kijk eens hoe de bestuurder daar bijna op het stuur leunt. Om zoveel mogelijk met de voordeel van de trekker te brengen, volgens mij. Ja. Rennetje is nog één keer met het handje gecheckt. Dus het is een trekker waarvan je zegt, nou, als ik de goede dag heb, red ik met mijn voeten en de mindere dag doe ik met mijn handen. Dat is wel mooi, is dat allemaal in één formaat past. Maar de 633 daar al iets zien dat hij uit de spaai was. En hier toch ook even aangeeft dat hij misschien wel niet meer de jongste teller uit de mooie familie is, Jan. Maar daarmee we de auto toch zeker moeten leren, hè.